Dames en heren, beste mensen, welkom. Vandaag stel ik jullie voor, kijk met andere ogen. Kijk vanuit een ander perspectief. En dan zie je veel meer. Kijken met andere ogen is dit. Als ik aan sport denk, denk ik aan gezondheid. Zelfvertrouwen. Vriendschap. Respect. Om er dan uiteindelijk achter te komen dat zelfs als je goed kijkt, je nog heel veel dingen mist. Oh. Brein. Wij kijken met ons brein. Want als je anders kijkt, zie je meer. Nou, ik ga vandaag een andere bril opzetten. Want mijn normaal gesproken met mijn bril is eigenlijk dat ik echt als blind als een topsporter alleen maar keihard voor het winnen ga. Ik ben 15 jaar heel erg onbewust geweest van mijn gedrag. Waarom? Het ging namelijk voornamelijk om Edith Bos. Wat ik mooi vind aan de nieuwe vorm van de sportconventie is dat je zelf kan bepalen wat je wil. Dat meenemen en implementeren in je eigen organisatie. Samen op weg naar meer bruto sportgeluk. Ik vind het een hele mooie vorm omdat het... Iedereen uitnodigt om zelf deel te nemen, om zelf ook mee te denken en samen vorm je gewoon de sport. Vooral ook echt wel heel veel enthousiasme. Super tof, cool en gaaf. Maar kan ik dat breakdansen wel met mijn penske? Ik zeg ja, dat kunnen jullie allemaal. Als je maar anders naar jezelf kijkt. Ik wilde eerder weggaan, maar ik blijf hangen. Zoals altijd natuurlijk wel spuithelp. En dat is een goed teken, dat je blijft hangen. Deze kinderen die waren heel erg over het woord samen iets doen. Ik vind het heel leuk. Inspirerend. Topdag. Veel vaker doen. Maar eigenlijk kunnen we ook wel stellen dat eigenlijk het al het succes van het afgelopen jaar te danken is aan de Sportvisserijbond.